donkere wolken pakken zich samen boven de rivier de Merwede. En daar hadden ze nou juist niet op gerekend. Het was nog prachtig weer toen ze weggingen voor een zeiltochtje. En nu ze zo midden op de rivier zitten, is er eigenlijk niets meer aan te doen. De donkere wolken komen snel dichterbij. En de man die het roer vast heeft, zegt tegen zijn vrouw en tegen zijn dochter: ga plat op het dek liggen, grijp de mast vast. Zijn vrouw en zijn dochter doen wat hun man zegt en vader zegt. Ze gaan plat op het dek liggen, maar het is al te laat. De boot slaat om door een hoge golf en daar verdwijnen ze in het water. De man ziet zijn vrouw en zijn dochter in het water glijden. En zelf kan hij goed zwemmen. Hij zwemt er achteraan. En hij grijpt nog een hand. Nog een been. Maar dan verdwijnen ze in de golven. Zelf lukt het hem nog om een stuk van de omgeslagen boot vast te pakken. Aan de kant staan mensen te kijken. Ze hebben het noodweer zien opkomen. Ze hebben tegen elkaar gezegd: daar is niks meer voor te doen. En dan is het ook een wonder dat die man aanspoelt aan het strandje van de Merwede. En zo uit het water wordt gehaald. Hij leeft nog. Zijn vrouw en dochter, allebei verdronken in de golven. Wie is deze man die nu in één keer zijn vrouw en dochter is verloren? Het is Van der Kemp. Johannes van der Kemp. Zijn vader was dominee in Rotterdam. En zijn moeder had ook de Heere lief. Ze hebben hem van jongs af aan het woord voorgehouden. Maar Van der Kemp, Johannes, ging een andere weg. Hij kon heel goed leren en hij ging 5 dingen tegelijk studeren aan de universiteit. 5 dingen tegelijk. Normaal begin je met 1 ding en misschien 2. En een van die dingen was krijgskunde. En toen hij 16 jaar oud was, kwam hij in dienst van het leger. Ging hij naar de overkant, naar Engeland. En daar diende hij in het leger. Hij stopte met de andere studies en hij werd kapitein in het leger. En dat is ook de tijd waarin Van der Kemp heeft gebroken met alles. Zijn ouders hebben er veel verdriet om gehad. Ze hebben hem ook vaak gewaarschuwd. Het is de tijd waarvan hij later zelf zegt dat hij zich overgegeven heeft aan heel veel zonde. En dan komt hij weer terug in Nederland en dan trouwt hij met zijn vrouw. En dan geeft hij zich niet meer over aan al die zonde waarvan hij het wel deed toen hij soldaat was. Maar hij gaat ook niet meer naar de kerk. Hij heeft afscheid genomen van de Heere en van de kerk. Hij lastert zelfs de naam van de Heere. Hij studeerde ook, een van de vakken die hij studeerde was geneeskunde. En hij studeerde daarin af en zo werd hij dokter. Eerst in Middelburg en later in Zwijndrecht. Maar al die tijd wilde hij met de Heere niets meer te maken hebben. Totdat de Heere als het ware zei tegen Van der Kemp: tot hiertoe en niet verder. Toen kwam Van der Kemp op zijn knieën. Zijn vrouw verloren en zijn dochter verloren. Toen moest hij buigen. Buigen voor de Heere en zich overgeven. En de Heere heeft ook dit verlies gebruikt. Dat hij zich mocht overgeven. En dat hij zich wilde overgeven aan de Heere. Toen kwam hij op zijn knieën. En toen was het in zijn hart: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het heeft nog enkele jaren geduurd. Toen heeft de Heere hem geroepen. Om ook zijn naam te gaan verkondigen in het buitenland. Toen mocht Van der Kemp Nederland uit. En is hij naar Engeland gegaan, waar op dat moment het London Zendingsgenootschap was. Net was opgericht. En daar zochten ze een zendeling voor Zuid-Afrika. En zo is Van der Kemp naar Zuid-Afrika gezonden. Een roeping onder de heidenen, onder de Hottentotten. En in gedachten zien we een groot schip op de Atlantische Oceaan. Jullie weten de route vast wel. Vanuit Engeland naar Zuid-Afrika. Dan moet je helemaal naar beneden.
langs Guinea, Nigeria. Misschien heb je die kaart wel gezien en ernaar gekeken. Daar kom je langs en dan vaar je naar beneden over de Atlantische Oceaan. Maar wat is er met dat schip aan de hand? Wat horen we daar? Daar in het ruim, die geluiden die daar klinken. Dat is toch niet normaal? Wat een bijzondere vracht hebben ze aan boord. En ja, het is geen gewone vracht. Het zijn geen spullen die ze aan boord hebben. Er zitten 300 mensen in het ruim. En dat zijn geen gewone mensen. Ze zijn uit de gevangenis gehaald, uit Londen. Want dit schip zal verder gaan dan Zuid-Afrika, helemaal naar Australië. En dan zullen die gevangenen zullen daar dan losgelaten worden in Australië. En dan, dat is zo'n groot land, dan hoeven ze niet meer gevangen te zitten, maar dan worden ze helemaal alleen gelaten. En dan moeten ze zelf maar uitzoeken wat ze daar gaan doen. Dieven, moordenaars zitten daar in het ruim. En weet je wat er nou aan de hand is? Ze zijn losgebroken. En als je eens gaat luisteren, dan hoor je dood aan de bemanning. Dood aan de kapitein. Verschrikkelijk. Natuurlijk, de kapitein staat er met soldaten. Ze hebben een geweer in de aanslag. Want straks als het luik open gaat, dan, ja, als er 300 gevangenen naar buiten komen. Wat doe je met een handjevol geweren? En wat messen? Je kunt er hooguit een paar tegenhouden. Verschrikkelijk bang zijn ze. En de kapitein roept, de eerste die zijn hoofd boven het luik uitsteekt, die krijgt de kogel. En dan komt Van der Kemp naar voren gelopen. Hij heeft zijn medicijnkistje meegenomen, want hij was jarenlang dokter geweest. En hij zegt tegen de kapitein, laat mij maar naar beneden gaan. Stuur mij maar daar naar beneden, naar die gevangenen toe. De kapitein begint een beetje spottend te lachen. Jij, dan moet je meer zijn dan zendeling. En toch laat hij hem gaan. Het luik gaat open. En Van der Kemp heeft de medicijnkist mee. De gevangenen zijn verbaasd. Wat gebeurt daar? Het luik open. Waarom? En dan zegt Van der Kemp, ik kom hier. Iedereen die ziek is, wil ik helpen. En dan zien ze daar dat Van der Kemp daar zonder wapens naar beneden komt. En daar hebben ze respect voor. Iemand die dat durft. En dan gaat Van der Kemp naar beneden. Maar hij moet zich wel een beetje overwinnen. Wat een stank daar beneden in het ruim. En wat een toestand. Ze liggen daar gewoon op de grond. Sommigen liggen daar helemaal rood. Anderen liggen daar heel erg ziek. Het is een vreselijke situatie. Maar Van der Kemp, hij helpt ze allemaal. En hij roept ze op. Doe dat nou niet. Kom nou niet in opstand. Want dan zal het slecht aflopen. En ze luisteren naar hem. En ze beloven ook aan Van der Kemp belooft ook aan hen dat hij ervoor zal zorgen dat ze medische hulp krijgen. Dat hij daar ook naar beneden zal gaan. Iedere dag. En dat doet hij niet alleen met zijn medicijnkistje. Maar hij neemt nog iets mee. Hij neemt zijn Bijbel mee. En hij vertelt die mensen over de Heere, uit zijn woord. En dan vertelt hij ook van de moordenaar aan het kruis. Want er zijn er zoveel die zijn ziek geworden. En waarvan de Kemp wel zit, het zal niet zo lang meer duren. Of ze zullen sterven. Dan vertelt hij van de moordenaar aan het kruis. Die op het einde van zijn leven nog genade verkreeg. En zo komt het schip bij Zuid-Afrika aan. Er wordt weer nieuw eten en drinken ingeslagen. En we begrijpen wel dat die gevangenen dat die teleurgesteld zijn als Van der Kemp vertelt dat hij hier aan land zal gaan. Dat hier de reis stopt. En zo gaat het schip verder naar Australië. En komt Van der Kemp in Zuid-Afrika. In de grote stad Kaapstad. En dan maakt hij voor het eerst kennis met de slaven die daar werken. De hottentotten. En die moeten heel hard werken, die hottentotten. En ze worden ook heel slecht behandeld. Regelmatig krijgen ze slagen als ze niet hard genoeg gewerkt hebben. Dan gaat Van der Kemp in Kaapstad preken. 4 keer per week preekt hij onder die mensen. Ja, de boeren, zoals de blanken die daar wonen, zoals die heten, die begrijpen er helemaal niks van en die zeggen tegen Van der Kemp, waarom doe je dat nou? Die hottentotten, die hebben toch helemaal geen ziel? Je gaat toch ook niet voor varkens spreken? Waarom doe je dat dan wel voor de hottentotten? Zo denken ze over de hottentotten, dat donkere mensen, ze hebben een andere huidskleur, een donkere huidskleur, dat die geen ziel hebben en niet door de Heere zijn geschapen. En zelfs dominees zeggen dat. En als Van der Kemp een tijdje in Kaapstad is geweest,
en heeft gepreekt, dan wil hij ook verder. Dan voelt hij dat hij ook naar de binnenlanden moet. Nou, wordt alles klaargemaakt. Er worden ossenwagens klaargemaakt, kisten erop, spullen voor onderweg. En dan gaat iemand mee. Brunchy gaat mee. En ja, die kent iedereen. Want Brunchy, dat is de beroemdste olifantenjager. Die op olifanten, en die al veel olifanten heeft gevangen. Die kennen ze allemaal. Hij zal meegaan, want hij weet de weg. En hij zal de tolk zijn. 1000 kilometer moeten ze weg naar het oosten. Naar de grote visrivier. Want daar zijn stammen die nog nooit bereikt zijn. En daar woont ook een koning. Koning Gaika. Is de koning die daar woont. En die koning, die haat de blanken. De wit mensen, zoals die ze noemt. En niets liever zou die ze allemaal weg willen doen. Wil die ze allemaal doden. Als hij de kans krijgt, dan zal hij het niet nalaten. En als ze zo daar in de stilte reizen met hun ossenwagens, waar je alleen maar de geluiden van de dieren hoort, in de verte het brullen van de leeuwen. En soms zien ze een hele dag niets of niemand. Zo gaan ze dag na dag verder. En op een nacht, als Van der Kemp met Brunchy en ook nog een aantal anderen rond het vuur zitten, want het vuur moet heel de nacht blijven branden, want als het vuur ook maar een klein beetje uitgaat, dan komen de wilde dieren dichtbij. En dat is levensgevaarlijk. Dan staat die Brunchy staat in het vuur te kijken. Hij kijkt en opeens zegt hij tegen Van der Kemp: is het waar wat de blanken zeggen? Dat de hottentotten geen ziel hebben en niet geschapen zijn. Is dat zo? En dan schudt Van der Kemp zijn hoofd. Zegt: dat is niet waar. De hottentotten zijn ook geschapen en ze hebben ook een ziel. En de Heer Jezus is ook naar de aarde gekomen voor de hottentotten. Dan blijft het even stil. En dan zegt Brunchy: dat zal ik nooit meer vergeten. En dan na 4 maanden reizen, dan komen ze in de buurt van het kamp van koning Gaika aan. Dan wordt het gevaarlijk. En dan zegt Brunchy: geef me je tabaksdoos maar mee. Dan zal ik daarmee laten zien dat jij komt, dat ik in jouw opdracht kom. En dan ga ik aan koning Gaika vragen of dat je welkom bent. Dat is een spannend moment voor Van der Kemp. Brunchy is weg, een paar dagen weg. Wanneer komt hij ook terug? En zal koning Gaika met een groot leger komen? Dat hij denkt van, oh, nou heb ik de kans om weer zo'n wit mens te doden. Het is spannend voor hem. En dan komt Gaika terug. Of dan komt Brunchy terug. In zijn hand de tabaksdoos. Ja, denkt Van der Kemp. Hij komt terug met de tabaksdoos. Dat betekent een goed bericht. En het is een goed bericht. Brunchy mag bij de koning komen, bij koning Gaika. Van der Kemp mag bij koning Gaika komen. Het is toegestaan. Dan gaan ze daar de rivier over. En dan komen ze daar vlak bij het dorp van koning Gaika. Maar nu wordt het spannend voor Van der Kemp. Want wat zal koning Gaika zeggen? Zal het een val zijn? En als hij er bijna is, bijna, dan begrijp je wel dat hij met spanning gaat. Maar Van der Kemp weet ook: ik ga hier niet in eigen kracht. De Heere heeft mij gezonden. En ik mag in zijn naam ook naar deze koning gaan. De koning is zelfs zijn dorp al uitgetreden. Achter hem is de kraal, de grote hut van de koning. En als we de koning zien, wat is die groot? Wat ziet hij er groot uit? Een panterhuid heeft hij om zich heen gewonden. Een kroon op zijn hoofd, een koperen kroon met erop rode kralen. Zijn gezicht helemaal rood geverfd. En dan is zijn hand, een ijzeren speer, om hem heen. Allemaal krijgers ook geverfd, met speren in hun hand. Wat zal er nu gebeuren? Van der Kemp loopt naar de koning toe. En hij geeft de koning de tabaksdoos weer terug. Hij heeft hem helemaal gevuld met knopen als geschenk voor koning Gaika. Om daarmee te laten zien dat hij met vrede komt. En dan blijft het stil. De koning zegt niks. Hij kijkt Van der Kemp aan met een strakke blik. Een kwartier blijft het stil. Een kwartier niks zeggen. En heel de tijd kijkt Van der Kemp koning Gaika aan. Wat nu? En dan na een kwartier begint de koning als eerste te praten. Hij zegt: je bent een wit mens. En de wit mensen haten de hottentotten. En maken mijn kinderen tot slaven en doden ze.
Wat kom je hier doen? En dan zegt Van der Kemp: koning, ik kom in naam van de koning der koningen. En ik wil uw vriend zijn. Ik kom niet als vijand. Ik kom in zijn naam. Geef me een plekje om hier te wonen. Dan zal ik laten zien dat mijn komst is met vrede. Dan blijft het weer even stil. Dan stapt een van de krijgers naar voren. En die fluistert tegen de koning. Hij zegt, koning, geloof hem niet. Het is een leugenaar. Het is een wit mens. Dood hem. En dan weet Van der Kemp, als hij de speren omhoog ziet gaan, dan moet er iets gebeuren. En dan doet hij iets waar niemand op rekent. Hij springt naar voren en trekt de tabaksdoos die hij even daarvoor had gegeven, weer uit de handen van de koning. Hij zegt, koning, geef me een plek hier. Ik wil u niks doen. Maar ik kom hier omdat ik van de koning wil vertellen. Geef me een plekje bij de rivier, bij uw dorp vandaan. En geef me de kans om te laten zien dat ik anders ben dan de wit mensen die slaven maken. En dan staat de koning er toe. Van der Kemp krijgt een plekje. En dan schrijft hij, zegt, toen ik dat hoorde en een plekje kreeg bij de rivier, toen knielde ik op mijn knieën en ik boog. En ik bad de Heere of dat van hieruit het evangelie verspreid mocht worden. Naar het noorden, naar de andere volken in Afrika. En dan? Nou zou het werk zeker wel veel vrucht dragen. Nee. Maandenlang is Van der Kemp hier geweest. Maar er is niemand die naar hem wil luisteren. Misschien een enkeling. En koning Gaika heeft het hem iedere keer moeilijk gemaakt. Hij heeft ook wel geluisterd, maar heeft zich niet willen bekeren. Hij heeft het hem iedere keer moeilijk gemaakt. Zelfs Bruntje, die olifantenjager, die gaat bij hem weg. En ook de andere hottentotten verlaten hem. En dan kan hij na een aantal maanden niet anders doen dan ook hier weggaan. Hij gaat naar een andere plaats. En op die andere plaats, als die op een andere plaats is, zijn er wel hottentotten, weggelopen slaven en vrijgekochte slaven. Van het geld wat Van der Kemp had, kocht hij soms ook slaven vrij. Dan komen ze bij hem. En dan zien we dat hij niet alleen vijanden heeft bij de hottentotten, maar ook bij de blanken. Want op een avond komt er een hottentot naar hem toegerend. Die zegt, vader Jenkhana, Jenkhana, vader zendeling betekent dat. Ze komen eraan. Nou, wie dan, zegt Van der Kemp. Ja, de blanken. Vannacht willen ze de nederzetting overvallen. En ze willen u doden. Ja, want de blanken hebben ook een hekel aan Van der Kemp gekregen. Ze weten hoe hij het opneemt voor de hottentotten. Ze zijn bang hun slaven kwijt te raken. En dan laat Van der Kemp alle ossenwagens rondom de hutjes zetten. En dan geeft hij de hottentotten, geeft hij geweren. En dan lukt het ze om de vijanden tegen te houden. De blanken, die eigenlijk vrienden zouden moeten zijn. En ze worden verdreven. En dan sticht Van der Kemp later een klein dorpje. Het is eerst nog een klein dorpje. Bethelsdorp noemt hij het dorp. Het is heel moeilijk, want zaad om te zaaien, dat willen de blanken niet aan Van der Kemp verkopen. Ze zien hem als hun vijand. En daarom hebben ze ook de eerste tijd honger. Maar steeds groter wordt het dorpje. De huizen hebben ze van stro gemaakt. Zelfs het kerkje is van stro. En dan mag Van der Kemp wel zien waarom hij geroepen is naar Zuid-Afrika. Hier zijn mensen die naar de Heere gaan luisteren. Hier zijn mensen die hun zondige weg verlaten. Zo zijn er bijvoorbeeld ook twee mannen, twee hottentotten, Jochen en Abraham. Vroeger waren ze dronkaards. Dan gingen ze graag op jacht, het liefst zo gevaarlijk mogelijk. En dan dronken ze te veel. Maar de Heere heeft hen getrokken. De Heere heeft hen geroepen. En dan vragen ze aan Van der Kemp, mogen wij ook uitgaan? Mogen wij ook onder de andere hottentotten gaan preken? Ja, zegt Van der Kemp, dat is goed. Ga de dorpen maar in. En dan na een paar weken, kijk eens, wie daar terugkomen. Dat zijn Jochem en Abraham. Ze komen terug, maar wat zien ze eruit? Bont en blauw. Wat erg, wat is er gebeurd? En dan vertellen ze het. Ze zeggen tegen Van der Kemp, niemand wil ons hebben. Niemand wil naar ons luisteren. We zijn gevangen genomen
We zijn aan bomen vastgebonden. En op het laatst zijn we zelfs in een kooi gestopt. Alsof we wilde dieren zijn. En dan zegt Van der Kemp. Misschien die blanken wel. Maar ik geef om jullie. En wat nog veel belangrijker is. De Heere Jezus zelf. Die heeft jullie lief. En dat is toch nog veel meer waard. Dan dat alle blanken van de wereld jullie lief zouden hebben. En zo probeert Van der Kemp heel veel te doen voor de Hottentotten. Hij gaat zelfs naar Kaapstad toe om te vragen aan de regering of dat de Hottentotten beter behandeld mogen worden. Maar dat luisteren ze niet naar, willen ze niet. Een andere keer vraagt hij of dat hij een school voor ze mag maken. Maar ook dat mag niet. Want Hottentotten zijn immers dom, die kun je niks leren, zegt de regering. En dan zouden ze veel te wijs worden en dan kunnen ze niet meer goed werken. En als die in 1811... weer in Kaapstad is, dan is dat juist het moment in Kaapstad dat er iets gebeurt. Hij zit daar met een groepje mensen in huis. Dan opeens begint de aarde te beven. Een aardbeving. Om hem heen vallen de muren naar beneden. De schoorsteen valt met een klap vlak naast Van der Kemp neer, op de grond. En Van der Kemp, hij is rustig. Hij pakt zijn Bijbel en leest Psalm 91. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten heeft gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En overal in de straat zijn gewonden en doden. Maar niet in het huis van Van der Kemp. Het is later in dit jaar, 1811. Van der Kemp is teruggegaan. 63 jaar oud is hij. 13 jaar bijna werkt hij nu al onder de Hottentotten. 13 jaar. En dan voelt hij dat zijn krachten minder worden. 13 jaren van zijn leven heeft hij nog in dienst van de Heere mogen besteden. Zijn krachten worden minder. Hij neemt afscheid van de Hottentotten die hij sommigen al bijna 13 jaar kent. En dan voelt hij dat zijn einde nadert. En bij zijn bed komt een oude Hottentot staan. Oud en verweerd. Een van de Hottentotten die Van der Kemp al zo lang kent. En dan ziet hij dat de krachten minder worden. En dan vraagt hij aan Van der Kemp. Jinkanna, vader zendeling, is het licht? En dan zegt Van der Kemp. Het is licht, ik zie het licht. En zo sterft Van der Kemp. De geruchten gaan door de dorpen van de Hottentotten. Jinkanna is gestorven. Overal is rouw en verdriet. Vader zendeling is gestorven. Wat heeft hij veel betekend voor de Hottentotten? En wat heeft hij ook veel verteld? Die naam van Jezus, die ene naam, daar heeft hij over gesproken. En de Heer heeft het willen zegenen. Want wat Van der Kemp niet meer weet, is dat nog geen 20 jaar later een wet wordt aangenomen dat de Hottentotten en de gewone blanken, dat die gelijke rechten krijgen daar. En wat Van der Kemp ook niet meer weet, is dat het werk doorgaat. Het werk gaat door. Vanuit Schotland zijn er andere zendelingen gekomen. En waar Van der Kemp mee is begonnen, is doorgegaan. Want de Heere gaat door met zijn werk. En het heeft vrucht gedragen. Vele Hottentotten zijn door de Heere bekeerd. En zo heeft Van der Kemp 13 jaren van zijn leven nog in dienst van de Heere mogen besteden. De 13 laatste jaren. Ja, hij was door de Heere ook in zijn jeugd al. Was hij ook al gewaarschuwd. 1 keer was hij bijna verdronken. En 1 keer van een toren afgevallen. En heeft dat hij zich nog net kon vastgrijpen. Roepstemmen die hij heeft laten gaan. Hij heeft zich verhard. En jongens en meisjes. Wat is het een wonder dat de Heere Van der Kemp nog heeft geroepen. Maar wat zou het een wonder zijn als de Heere jullie wil roepen. Als je nog jong bent, dan mag je bewaard blijven voor veel zonden. En misschien mag het ook wel jouw gebed zijn. Heere, mag ik ook in uw koninkrijk werken. Gaan we nu samen zingen met elkaar. Gebed des Heren, vers 2. Geheiligd wordt uw naam, I geef.